Het originele, oude Westers dialect wordt op de Schelling bijna niet meer gesproken. Maar dat neemt niet weg dat er geen belangstelling meer voor is. Boekenboerin Aukje School heeft samen met haar familie het initiatief genomen om het oude Westerse woordenboek van haar tante te gaan herdrukken. Dit is het woordenboek van het Westers. Dat is geschreven door mijn tante, door Martha van Wiegen School. Die heeft dit boek in 1986 geschreven. Het is eigenlijk meer een woordenlijst dan een woordenboek. Het is ook echt bedoeld als een opstapje eigenlijk, zodat mensen zich bezig zouden gaan houden met het Westers. En dat is toen eigenlijk nooit gebeurd, want het was eigenlijk de bedoeling ook dat er dan een beter woordenboek uit zou komen. En ik merkte gewoon in mijn boekwinkel dat mensen gewoon zich meer interesseren voor het dialect. En dat ze vragen naar dit boek. En toen dacht ik, wacht eens eventjes, het is mijn tante. Mijn neef daar, die heeft de rechten. En mijn twee nichten ook trouwens. Dus als ik hun nou eens vraag of hij herdrukt mag worden. Nou, en dat, daar werd zeer positief op gereageerd. Dat er nog zoveel vraag was naar dat woordenboek, was een verrassing voor Aukjes neef Bert-Jan. Ik was eigenlijk heel erg verbaasd dat het niet meer verkrijgbaar was. Ik heb er nooit meer bij stilgestaan. Mijn moeder is al 16 jaar geleden overleden. Ja, en we hebben nog wel wat spullen van haar, schilderijen, ze schreef gedichten. Ja, en dat woordenboek, ja, dat staat in de kast. En verder niet bij nagedacht, maar ja, dat er toch zoveel belangstelling is voor het Westers. Ja, heel leuk. Er werd gekozen om een herdruk te laten maken van maar liefst 200 stuks. Maar wat we natuurlijk gewoon willen bereiken, is dat er dan vanuit hier een echt woordenboek gemaakt wordt. En dat dit ook gewoon opgepakt wordt door een dialectgroep. En met een dialectgroep duidt Aukje op het initiatief De Mimmetaal van Edith de Wit-Roos. Edith is natuurlijk heel goed bezig. En Edith die belde mij een tijdje geleden. En ze zei van, nou, ken je mensen die mee zouden willen werken? En heb je ideeën? En toen zei ik, nou, jij weet het nog niet, maar dit ligt bij de drukker. En toen ontstond ook eigenlijk het idee om het grootste gedeelte, want het boek kost 19,50, daarvan gaat een deel naar de drukker. En van elk boek gaat een tientje naar in elk geval een initiatief, maar waarschijnlijk wordt dat gewoon het initiatief van Edith, om het Westers weer levend te krijgen eigenlijk. Het woordenboek van het Westers is vanaf morgen verkrijgbaar op de site van de Boekenboer en is vanwege de coronamaatregelen enkel online te bestellen.